het even. Maar wat zou jij doen? Zou je een bestaande praktijk overnemen of zou je een nieuwe opzetten? Nou, geen van beide, is veel te veel gedoe. Gedoe is toch geen reden om het niet te doen? Hoeveel kost het om een bestaande praktijk over te nemen, in deze regio bijvoorbeeld? Nou, meer dan jij kunt lenen. Zeker als ze horen dat je net een opleiding bent begonnen. Waarom doe je zo negatief? Waarom heb je zo haast? Dat heb ik niet, maar ik denk graag vooruit. Over 3 jaar ben ik klaar met mijn opleiding en dan wil ik graag aan de slag, ja. Nou, ga je bij een huisartspraktijk werken, ga je kijken hoe dat bevalt en van daaruit ga je dan over een volgende stap nadenken, zoiets. Eigenlijk ben jij best conservatief, hè? Nou, ik ben niet zo'n dromer zoals jij. Dat is wat anders dan conservatief. Droom jij nergens van dan? Ja, van een kast in mijn schuurtje. Kom. Nou, best wel een mooie kast, eigenlijk. Je doet hem toch niet weg? Want anders wil ik hem wel, hoor, voor mijn toekomstige praktijk. Nou, kom. Oké, ja. Heel goed.